ga ik je laten zien deze hartstikke leuke, fijn vasthouden, de sleutelhoesje. Ik vind hem heel fijn, want hij is lekker zacht. Hij ziet er leuk uit. Je vindt hem makkelijk in je tas. En zo. Ik heb hem ook in kleiner gemaakt, want deze sleutel is wat groter. En daar zou deze niet omheen passen. Je bloem moet je op deze manier neerzetten. Met de ene kant van je af en de andere kant naar je toe. Dat is handig voor het overhalen straks. Ik gebruik twee kleuren. Blauw en roze. Je maakt hier zo maak je een kruisje. Je begint altijd hier. Altijd aan die kant beginnen en naar die kant toe gaan. Altijd, anders gaat het fout. Ik deed aan het begin iedere keer fout en zo. En dat was niet slim. Maar oké. Ik maak drie kruisjes omdat deze is drie kruisjes lang. Deze is ook drie kruisjes lang. En deze is ook drie kruisjes lang. Allemaal drie. Dat is de meest voorkomende breedte van een sleutel. Daarom gebruik ik. Je moet ze wel naar beneden duwen, dat is handig. Ik vergeet dit soms. En zodat je het weet. Dit is hetzelfde begin als bij dit telefoonhoesje. Ik heb het ook een beetje nagaapt van het telefoonhoesje. Dit telefoonhoesje heb ik gemaakt van Chasey. Chasey is van Craftlife. En daarvan heb ik het eigenlijk gehad. Ik heb het wel helemaal zelf verzonnen. Dit. Alleen, het lijkt een beetje op het idee van het telefoonhoesje. Ik heb dit er ook van gemaakt. Superleuk. En dit ook. Voor de lipgloss. Maar oké, laten we verder gaan. Ik was het vergeten staan, doe ik het niet. Kijk, dan doe je deze hier. Draai je ook. Je draait ze allemaal deze keren. En die plaat je op elk puntje. Iedere keer, ook op het einde en het begin. Zo. En dit wordt de onderkant, hier, dit, van het hoesje. Dan doe je gewoon van het begin naar hier. Oh, moet omhoog. In de richting van de klok ga je een heel rondje mee. Tegen de klok in is niet handig, want we gaan straks tegen de klok in hem overhalen. En dan gaat het er niet goed uitzien. Zo ziet het eruit wanneer je klaar bent. Je ziet twee verschillende plekjes. Hier zo zit de bovenste dat je er net op hebt gedaan. En dit zijn de kruisen. Dingen die gekruist zijn. Je pakt je haak. En dan ga je deze, de onderste hier, ga je pakken. Hoop. Pak je en haal je er overheen. En dan duw je het naar beneden. Doe je op elk stuk helemaal rond. En hoe vaak je dat wil doen. Ik doe dit stukje nog even door. Binnen één vergeten. Irritant ding. Ja, ik draai hem nu even niet om. Daar heb ik geen zin in. En dat hoeft ook helemaal niet wat je zelf handig vindt. Ik vind dit ook wel handig op zich. En dan doe je het weer naar beneden. En doe je weer. Ga je dit rond doen. Ik heb het bij deze heb ik het vaak gedaan. Heel vaak. Dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 en de bovenkant. Dus dat is 7 rijen gemaakt. En dus je kan doorgaan tot aan de rij dat je wil. Deze is korter. Die is 3 lang met zonder bovenkant, 4 met bovenkant. En je hebt hier zo 3 lusjes. En de bel en dan in
hoe dit zo zit, zo zit je vierde. Of hoe lang je sleutel dan ook is. Ik heb het al af. Hier. Zo ziet het eruit als je klaar bent. Ik heb dit al zo overgehaald, maar dat hoef je nog niet te doen. Kijk. Je hebt hier, heb je nu de laatste elastiekjes zitten. Je doet die één, duw je naar boven, zorg dat ze er niet afgaan. Deze onderste heb je nodig. Je gaat erin met je haak, pak de onderste. En zorg dat je ziet hier dat alles meegaat. Dat moet echt zo zijn, anders valt hij uit elkaar. En dat wil je natuurlijk niet. Dus je pakt iedere keer de onderste en haalt het over. Je duwt ze uit elkaar, pak de onderste. En hier pak je gewoon de onderste en die doe je naar hier. Ik ben nu klaar. Als ik net te snel ben gegaan, zet je hem gewoon op stop. Zo. Dan steek je in de laatste, waar je net begonnen bent, steek je je haak. En je moet natuurlijk wel beginnen op de goede plek. En dan maak je een heel rondje. Doe je wat ik net heb gedaan, de telkste onderste pakken en overhaal. Zorg dat echt alles zo zit. Als dat niet zo is, valt hij uit elkaar. Hier doe je nog een elastiekje aan in de kleur die je als bovenste hebt gebruikt. Je doet ze zo, allebei de kanten om de haak. Je pakt de achterste, haalt het eroverheen, trekt hem aan en maakt een slipknot. Niet te hard trekken, want dan kan die breken. Zo ziet het eruit wanneer je klaar bent. Dan mag je hem van de loom halen. In het begin zou ik hem helpen, want anders kan die heel snel kapot gaan en breken. En dat wil je niet, want dan heb je alles voor niks gedaan. Zo, dan ziet het er nog een beetje zo uit. Dat is natuurlijk niet mooi. Dan moet je een beetje uittrekken, niet te hard, want dan kan die kapot gaan. Zo. En dan kan je die om je sleutel doen. Zo. Het ziet eruit als een ijsje.